Welkom luisteraars bij deze nieuwe reeks van de Archeotoog, dit keer over de Kelten. Ik ben Erwin Meijlemans. En ik ben Hilde Verboven. In dit derde seizoen staat onze Archeotoog in Erfgoedcafé Den Aker. Dat is een gezellig cafeetje bij de museumzitten van de Heemkundige Kring van Lint bij Lier in het gemeentelijk park. En ook deze keer schuiven gasten mee rond de toog. Gasten die veel over de Kelten te vertellen hebben. Erwin, met de Kelten gaan we een hele stap terug in de tijd. Tot ongeveer 2500 jaar geleden. Of misschien nog wel wat vroeger zelfs. Ja. Maar in elk geval pre-Romeins. Ja. Tot aan de komst van de Romeinen. En dat is wat wij in Vlaanderen eigenlijk de late ijzertijd noemen. Ja, maar iedereen kent wel, als het woord Keltisch horen, dan komen er allerlei connotaties bij kijken. Het komt ook heel veel terug in de populaire cultuur tegenwoordig. We kennen natuurlijk allemaal Asterix en Obelix. Mijn favoriete album is nog altijd Asterix en de Belgen. Hilde, heb jij een favoriete album? Nee, ik sluit mij aan bij jouw keuze. Ja, want de Belgen waren het tappers, uiteraard. Ja. Maar er zijn tattoos, er is muziek, er is heel veel. Het is eigenlijk een beetje een Keltische revival, min of meer, qua kunst en cultuur. En van Asterix en Obelix gesproken, van hen weten we dat niet alleen de Romeinen rare jongens zijn, maar ook de Kelten. Zullen we daar met onze gasten eens over praten? Absoluut. En vandaag zit onder andere taalarcheoloog Peter Schrijver hier aan de tafel van de Universiteit van Utrecht. Linguistiek Peter Schrijver, specialist in Keltische taal onder andere. Maar hij noemt zich vooral ook taalarcheoloog, wat dat wel heel tof is voor ons, want het is archeotoog en geen taaltoog natuurlijk. Stel jezelf een keer voor, en wat bedoel jij met taalarcheoloog? Ja, ik ben inderdaad specialist op het gebied van de Keltische talen. Met name de geschiedenis van de Keltische talen. En dat begint dan, als ik even bij de huidige dag begin, nu, bij de moderne Keltische talen, zoals je die in Ierland en Wales en Bretagne nog hebt. En dan volg ik bij voorkeur de geschiedenis terug via de middeleeuwen naar de oudheid en dan terug tot ongeveer het begin van de Keltische taal omstreeks 1000 voor Christus. En zelfs nog verder terug naar waar de Kelten zelf vandaan komen. En dat kun je op een heel steriele taalkundige manier doen. Maar wat ik het liefste doe is de geschiedenis van de taal verbinden met de geschiedenis van hun sprekers, dus de mensen. En dan kom je al gauw in aanraking met wat heeft de archeologie te zeggen over Kelten of mensen in de ijzertijdculturen. En daar houd ik me met plezier mee bezig. En die link met de archeologie en met de geschiedkunde, die kan perfect gelegd worden, denk ik, door Herman Klerings, hier ook aan tafel. Beheerder van het Keltisch Genootschap onder andere, maar schrijver van heel veel boeken over de Kelten, onder andere recent nog De God met de Marentak, maar ook een verhalenbundel, Het oudste geheugen op aarde en nog x aantal andere boeken. Van waar die fascinatie voor de Kelten? Via een misverstand. Op 18 jaar ging ik met vakantie naar Engeland, Cornwall. Daar stonden dolmens, daar stonden menhirs. Ik kende de verhalen van Asterix, dus ik dacht, dit is Keltisch. Hier wil ik meer over weten. Na een tijdje had ik door dat die dolmens en die menhirs veel ouder waren dan de Kelten. Maar de fascinatie voor de Kelten is gebleven. Vandaar. Het liet mij niet meer los tot vandaag de dag. Ja, en dat begrip Kelt is voor jullie nu, als je daar één definitie op zou moeten plakken, wat is dat voor jullie? Het begrip Keltisch. Het is natuurlijk een containerbegrip. Er was niet zoiets als een Keltisch volk, denk ik. Hè? Was het meer een soort van mode? Was het een idee, een cultuur? De eenvoudigste definitie, dat zal Peter wel zeggen, dat is een taalkundige definitie. Hè? Zeker. Een Kelt is heel simpel. Een Kelt is iemand die een Keltische taal spreekt. Ja. En dat is een familie van talen, van verwante talen. Ik noemde net al het Iers en het Wels als moderne vertegenwoordiger. Dus dat zijn moderne Kelten. Maar in het verleden moet je dan denken aan het Gallisch in Gallië, het Keltiberisch in Spanje, het Lepontisch in Noord-Italië, het Galatisch in Turkije. Allemaal sprekers van Keltische talen en dat noemen wij de Kelten. Eigenlijk hebben taalkundigen het minst problemen met het begrip Kelten, omdat het zo'n eenduidige definitie is. Ja. Maar wij gaan natuurlijk verder, want dit is hier een archeologische podcast. En dus Keltisch laten we ook slaan op de cultuur van de mensen die die Keltische talen spraken. En dan zitten we inderdaad in de ijzertijd. Of er helemaal een één-op-één relatie is tussen wat we Keltische cultuur, Keltische archeologie, Keltische voorwerpen noemen en de Keltische talen, dat laat ik in het midden. Wij hebben hier ook wasmachines van Miele, terwijl we geen Duitsers zijn. Maar hoe dan ook, is er toch ook sprake van een Keltische beschaving, Keltische cultuur, waarbij ik niet zeg dat er een Keltisch volk was. Ja. Dat gaat een beetje ver. Ja. Er is ook geen Keltisch DNA bijvoorbeeld. Soms kan ik dat wel eens lezen in tijdschriften van die mensen hebben een Keltisch DNA.
Ik heb het zelfs ooit in een artsentijdschrift gelezen, maar nee, dat gaat wat ver. Maar er is wel zoiets als een, laten we zeggen, een Keltisch oorsprongsgebied van waar die mode of die cultuur vandaan komt. Laten we dat voor het gemak aan de oostelijke kant van de Alpen. Ja. Laten we dat daar beginnen. Is dat dan Zwitserland bijvoorbeeld? Zwitserland, Oostenrijk, Noord-Italië, richting Tsjechië. Ja. Die regio. Heel exact zou ik het niet weten. En daar merken we dat er in de late bronstijd wat culturele evoluties optreden. Dat er een nieuwe elite ontstaat. Vermoedelijk omdat de handelsstromen zich beginnen te verschuiven. Dat betekent dat sommige mensen nieuwe rijkdom beginnen te krijgen. En wie het breed heeft, laat het graag breed hangen. En die zet zich graag af tegen zijn voorgangers. Dus die gaan ook een nieuwe vormentaal ontwikkelen. En dan krijgen we de eerste Keltische vormentaal, die we voor het gemak Hallstatt noemen. Ja. Naar een vindplaats waar die voor het eerst beschreven is, vlakbij Salzburg. Ja. Kwestie van afspraak ook. Laat de Kelten beginnen. Omdat daar de eerste keer die cultuur is. Ja, laat de Kelten beginnen met de ijzertijd in het oostelijke gebied van de Alpen, zo ongeveer. Maar dus daar is het een beetje vroeger. En van daaruit heeft het zich ook verder verspreid? Heeft die cultuur zich verder verspreid? De Keltische mode, de Keltische cultuur heeft zich inderdaad verspreid. Tot bij ons, zeg maar. Of dat door iedereen is overgenomen, is een andere vraag. Omdat het vooral de elite was. Als we over het verleden praten, praten we heel graag over de elite. Hè? Als je naar een Egyptoloog gaat, die praat over de farao's en de priesters. En de werkmensen en de slaven, die krijgen meestal één pagina van een heel boek. Het is de elite die opvalt en die ook de mooiste dingen nalaat. Dus het zou wel eens kunnen dat de Kelten ook een beetje een bovenlaag waren van de samenleving van toen. En die zich, die elite die zich baseerde op bepaalde grondstoffen waarschijnlijk? Want bijvoorbeeld Hallstatt betekent iets, was een zoutontginningsplaats. Daar waren zoutontginningen, ja. Ik denk dat het met handel te maken had. Ja. We krijgen dus niet alleen de zoutmijnen van Hallstatt, maar de handelsroutes rond 800 voor Christus als het begin, liepen ook vooral daarnaar. Dus voorbij de Alpen, waar de Alpen al een beetje toegankelijk werden. Want er werd altijd handel gedreven. Dat is de periode dat de Feniciërs hun lange afstandshandelsnetwerk gaan uitbouwen. Dus die wilden goederen hebben. Ja, en wie dan op het knooppunt van handel zit en zelf ook nog zout kan verkopen, ja, die zit goed. Daar kan het beginnen. En via die handel zullen ook wel de modes van de Keltische elite zich hebben verspreid. En dan tegelijkertijd ook de taal ermee? Jazeker. Maar het vervelende daarbij is dat als je kijkt naar de talen, dan zijn eigenlijk de vroegste talen, de vroegste Keltische talen die we tegenkomen, zijn het Lipponisch. Er passeert in een groep kleine Keltjes, maar... Ja, ze zijn overal. Ja. Dus de vroegste Kelten die wij tegenkomen, talig, die zitten in Noord-Italië om het meer van Lugano, in een cultuur die eigenlijk niks te maken heeft met Hallstatt, het heet de Golaseca-cultuur. Die hebben we in de 6e eeuw voor Christus al. De volgende die verschijnen zijn de Kelten in Spanje, de Keltiberen. Die beginnen te schrijven aan het einde van de 3e eeuw voor Christus. Ook in Spanje in die tijd is van Hallstatt eigenlijk geen spoor. Dus het wringt hier al een beetje wanneer je archeologie en materiële cultuur wilt plakken op de talen. Het sluit elkaar niet uit, maar het past niet één op één op elkaar. Ja, het is toch een andere manier van verspreiden uiteindelijk. Ja. Ja. Ja, het zou best kunnen dat de Keltische cultuur materieel bekeken werd verspreid door mensen die geen Keltische taal spraken en andersom. De Keltische taalkundige definitie is duidelijk. De archeologische definitie is veel moeilijker. Ik heb ooit eens een Britse Keltoloog horen zeggen van de term Kelten slaat nergens op, is alleen maar bedoeld om meer boeken te verkopen. Mijn boek heeft als ondertitel Kelten en de Lage Landen. Het was zeker zo nauwkeurig geweest als ik had geschreven IJzertijd en de Lage Landen. Ja. Dat was nauwkeuriger geweest, maar dan zou ik geen boek verkopen. Het woord Kelten moet erop staan. Ja. Is het dan een pure moderne constructie? Mogen we het zo opvatten? Dan nu niet direct, maar het is alleszins een term die buiten de taalkunde veel betekent en soms te veel en soms te vaag. Maar we werken ermee. En het is ook alweer zo dat een aantal kunstuitingen die we Keltisch noemen toch duidelijk herkenbaar zijn als zijnde Keltisch. En waar herken je dat dan aan? Die mooie ronde vormen, die spiralen. Die plantmotieven die we tegenkomen, die zijn toch sterk. Ja, geometrische figuren en heel gestileerd bijvoorbeeld. Zo. Ja, en heel sierlijk een beetje wat de Art Nouveau achteraf is gaan overdoen. Hè? Okay. Slingerbewegingen, krinkelende vormen, spiralen die door elkaar lopen, plantmotieven, wat mythische koppen.
Geen natuurgetrouwe koppen. Dat is toch typisch wat wij Keltisch zouden noemen. Hoe onvolmaakt die definitie ook is. Mm-hmm. Je zei er straks ook al, je hebt dan die Keltische talen, die we kennen van het de huidige Keltische gebieden, het Welsh, maar die taal van de ijzertijd dan, laten we zeggen, van de Latijnencultuur. Die proto-Keltische talen van de Hallstattcultuur, als ik het goed begrepen heb, dat was waarschijnlijk een proto-Keltische taal, of was dat ook al echt een Keltische taal? Nee, de Keltische talen die voor het eerst in geschriften, dat zijn dan inscripties, verschijnen, die hebben we dus, nou ja, ik noemde net al, vanaf de 6e eeuw, maar dat zijn er echt heel weinig in Noord-Italië, vanaf het eind van de 3e eeuw in Spanje. Maar het gros verschijnt eigenlijk in zo Zuid-Frankrijk, waarbij het Griekse schrift wordt gebruikt. Vanuit Marseille ontwikkelt zich dat dan, de Griekse kolonie. En in Noord-Italië verder en dan verder Frankrijk in, dan noemen we dan het Gallisch en er wordt meestal een Latijns schrift gebruikt. Ja, dus ze hebben eigenlijk geen eigen teken, geen eigen schrift, geen eigen alfabet. Ze lenen eigenlijk het alfabet van een andere cultuur om hun taal neer te schrijven. Altijd van de buren. Dat vind ik nou zo typisch aan mensen die Keltische talen spreken. Het gebrek aan culturele eenheid. In feite verschijnen ze in het daglicht, waarbij ze enerzijds iets heel eigens houden ten opzichte van de omgeving om hen heen, en anderzijds met grote gretigheid invloeden van de omgeving om hen heen opslokken. Dus die oudste Kelten in Noord-Italië bijvoorbeeld, die zijn gaan schrijven omdat de Etrusken, die daar in de buurt zaten, dat deden. Die maken grafschriften bijvoorbeeld, dat deden de Etrusken. En de Kelten die daar zaten dachten, nou dat lijkt ons een goed idee, dat gaan we ook doen. Dus gaan wij ook schrijven. Nemen ze dus het alfabet van de Etrusken over en gaan daar hun eigen grafschriften maken, maar wel met heel eigen teksten. Dus die zekere culturele flexibiliteit die je hebt, we zijn gretig in het overnemen van dingen die ons goed lijken, maar tegelijkertijd assimileren we ons niet geheel aan die omgeving. Dat is wat ik zo opvallend vind aan die oudste Kelten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. En wat ik ook fascinerend aan die taalstudie vind van het Keltisch, is het bronnenmateriaal. Hoe je er eigenlijk toe komt om een taal, die in sommige gevallen uitgestorven is of niet meer actief gebruikt wordt, hoe je ertoe komt om dan toch die taal nog te reconstrueren. Ja, we hebben het geluk dat de Keltische talen, dus een kleine taalfamilie, onderdeel uitmaakt van een veel grotere taalfamilie, namelijk de Indo-Europese. En daar zitten ook de Germaanse talen bij, waar het Nederlands natuurlijk toe behoort, en het Engels, maar ook Sanskrit en Grieks en dergelijke, behoren tot die grote Indo-Europese taalfamilie. We weten ontzettend veel van die talen. En als talen aan elkaar verwant zijn, betekent dat ze een familie vormen. En het leuke van de taalkunde is dat je dan een familie kunt reconstrueren. Dus stel, je hebt een menselijke familie, je hebt een foto van zeg maar 4 generaties en je zet ze naast elkaar op een foto, dan zou je in staat kunnen zijn met die taalkundige methode om de oergrootmoeder en vader van die familie te reconstrueren. De hele fysiognomie die erbij hoort, of hij een dik buikje heeft of niet en dergelijke, dat kun je maken. Dat kun je met mensen niet, maar met talen kan dat. Dat kan dankzij een geweldige uitvinding die de vergelijkende methode heet en die uit de 19e eeuw stamt. Daarom weten we vrij veel van de oude Kelten. En we weten zelfs een beetje wat ze zouden hebben gezegd, terwijl we geen enkele tekst uit die periode hebben. Dus we zouden met enige moeite, maar niet helemaal onmogelijk, met een oude ijzertijdkelt uit Hallstatt, als hij daar tenminste woonde, een voorzichtige conversatie hebben kunnen voeren. Okay. En dat is wel fascinerend dat dat kan. Het feit dat je dus vrij veel kunt reconstrueren om die taal, maakt ook dat je inscripties te lijf kunt gaan in Keltische talen, waarin misschien maar 3 of 4 inscripties bestaan. Dus die talen die we heel imperfect kennen. Maar we hebben dan toch een sleuteltje om toegang te krijgen tot die taal. Lukt lang niet altijd, maar soms wel. En zijn er eigenlijk veel geschreven bronnen? Je hebt er hier en daar al een paar vernoemd. Je spreekt van inscripties, misschien zijn er ook munten, maar nog andere. Vergeleken met bijvoorbeeld Latijn en Grieks, daar heb je veel geschreven bronnen van. Maar Keltisch zegt mij veel minder, heb ik nog niet veel van gehoord. Ik vermoed dat het er niet zoveel gaan zijn. Oud-Keltisch inderdaad, uit de ijzertijd en de Romeinse tijd, heel weinig. Verhalende bronnen zijn er sowieso niet, poëzie is er niet. Het is heel utilitair, dus je hebt inderdaad zoals je zegt munten. Met name in Spanje zijn ze ook beschreven. Ja, dan staat dan op de naam van de stad en dan ben je klaar. Dus het is een hele korte tekst. Er zijn heel veel grafmonumenten, dus we hebben honderden inscripties van graven.
Maar ja, die zijn dan ja, 5 woorden lang maximaal. En ongeveer. Er staat misschien een eigennaam bij. Een eigennaam. De vader van degene die overleden is, wordt dan vaak ingenoemd. En degene die de inscriptie dan gedoneerd heeft ter ere van degene die overleden is. Dus het bestaat voornamelijk uit namen. En er staat hem hoogstens met een beetje geluk 1 werkwoord in. Zo heeft gewijd, heeft gegeven. Soms zijn ze ook kapot en heb je maar het middelste deel van zo'n inscriptie. Dan begin je ook niet zo heel veel mee. En daarnaast heb je dus een klein aantal heel grote teksten. In Spanje bijvoorbeeld, een plaats die Botorita heeft, in het oosten van het centrum van Spanje. Een enorme bronzen plaat, honderden woorden lang. En we begrijpen er geen snars van. Behalve dan dat we weten dat het Keltisch is. Je kunt de grammatica snappen, hoe de zin in elkaar zit, wat het werkwoord is, wat het onderwerp is en het leidend voorwerp. Maar wat de woorden betekenen, dat ontgaat ons meestal. Buitengewoon frustrerend. En dat geldt eigenlijk voor alle grote Keltische inscripties die we hebben. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld is in de buurt van Parijs is een dakpan opgedoken. Vrij noordelijk voor een Keltische inscriptie. In feite zitten we dan net ten noorden van de Seine, dus op het gebied van de oude Belgen. Nou, een dakpan beschreven met 10-12 regels tekst. Een aantal woorden kunnen we meteen duiden en zien, dat maakt geweldig veel zin in het Keltisch. Maar wat die hele tekst ons wil zeggen, we weten het weer niet. En kan het zijn dat het ook een soort van doen alsof is van taal te gebruiken voor een stuk? Dat ze die elementen, die tekens overnemen, maar dat die niet noodzakelijk een betekenis hoeven te hebben allemaal? Dus eigenlijk een beetje kopieergedrag eigenlijk, als versiering? Of? Nou, dat komt wel voor. Ik ken het uit het Keltische taalgebied eigenlijk niet. Uit het vroeg-Germaanse taalgebied, waar men runen gebruikt, daar zie je dat eigenlijk wel. Dus een soort magisch rituele, overgaand in het versierende karakter van het gebruik van schrifttekens. Eigenlijk zijn die Kelten, die vroege Kelten, heel utilitair bezig. Iemand is dood, we hebben een grafsteen. En dan kun je iets opschrijven. Maar dan schrijf je dan wel iets op dat betekenis heeft. Ja. Bij die langere inscripties denk je eigenlijk, die zijn vaak heel simpel uitgevoerd. Hè? Er is niks moois aan. Een dakpan van klei die dan voordat die dakpan gebakken is even wordt volgeschreven. Alsof het een soort boodschappenbriefje is of een memorandum. Je wilt even een snelle aantekening maken. Alleen ontgaat ons dus wat het betekent. Dus juist het magische, rituele of sierlijke speelt heel weinig een rol. Vaak zijn die inscripties niet om aan te zien. Hoe groter ze zijn, hoe lelijker. We hebben wel zo'n voorbeeld van een pseudo-alfabet. Gevonden in de buurt van Nijmegen, 6e, 7e eeuw. Heel klein potje, ik zou het met één hand kunnen omcirkelen. Waarschijnlijk woonde daar iemand die in het gebied was geweest waar men ging schrijven. Is hij achteraf teruggekomen naar zijn dorp. En je zegt, ja, maar daar kunnen ze schrijven. Wat is dat? Ja, tekens krassen. Laat zien en dan neemt hij een potje klei, vochtige klei, waar hij in gaat krassen. Maar welke letters het precies waren, dat wist hij ook niet meer, want hij was waarschijnlijk al 3 maanden weer terug. Maar je had toch kunnen laten zien, dit is schrijven. En dat potje is gevonden. En Peter van den Broeke, de archeoloog vandaar, die interpreteert het als een soort pseudoscript. Dat is toch een beetje kopieergedrag. Okay. Ja. Je hebt er straks ook al Massilia à Marseille genoemd. We hebben de Etrusken horen vallen. We zitten eigenlijk in die ijzertijd, op het moment dat de Kelten ook bij ons komen, of die Keltische cultuur bij ons komt, rond 500 voor Christus, de wijk rond de Middellandse Zee, maar eigenlijk een hoogconjunctuur qua beschaving. En er komen dan op dat moment ook heel veel van die mediterrane objecten via die Keltische weg bij ons. Dus dat hadden duidelijk wel contacten met die mediterrane wereld. En ze bewonderden blijkbaar die culturen wel. Helemaal, hè. En wat van ver komt, is ook altijd beter. En exotisch. Als we gaan kijken naar de wijnemmers, de bronzen wijnemmers van de 6e eeuw voor Christus, die hier gebruikt werden als urn, dus als asrecipiënt. Rond de Middellandse Zee werden die wijnemmers gebruikt om wijn aan te lengen, water bij de wijn doen. Maar in die periode hier was er nog geen wijn. Dan werd die voor van alles gebruikt, maar vooral als een soort pronkvoorwerp. En als het een pronkvoorwerp was, is het ook logisch dat het achteraf gebruikt werd om daar de as van de rijke mensen in te bewaren. Vergelijk het met, wij hebben thuis een fles Chateau Neuf du Pape van 1947. Die staat uiteraard bij mij thuis in een glazen vitrine dat iedereen die kan zien, want iedereen moet weten, wauw, dat heeft hij. En ik ben er zo trots op, dat als mijn vader overlijdt, ga ik zijn as in die fles begraven. Dat gebeurde ook met die emmers van de Middellandse Zee. Ook andere voorwerpen. Wat van ver komt is beter. Het oudste zwaard dat in Nederland gevonden werd, 6e eeuw voor Christus, men heeft dat teruggevonden in een grafheuvel van Os.
is gemaakt in Zuid-Duitsland. En dat zwaard was helemaal rondgebogen. Dat is niet toevallig, want om een ijzeren zwaard te kunnen plooien, oprollen, moet het naar de smid, moet verhit worden. En je krijgt het nooit meer recht. Er zal altijd een knik in zitten. Dus dat wil zeggen van, ik heb een zwaard van Zuid-Duitsland. En ik kan het kapot maken. En ik kan het me permitteren om het te vernietigen. Zo rijk zijn wij. Dat had natuurlijk die elite maar weten voor de rest, want van die maatschappij zelf hebben we de archeologische bronnen. Weten wij eigenlijk iets van de structuur van die maatschappij? We hebben al een paar keer die elites genoemd. Het was een landbouwmaatschappij, hoe dan ook. Ja. Een landbouwmaatschappij met een beetje handel. En er zal wel een elite geweest zijn, maar de rest was landbouw. Ook heel merkwaardig, men vindt wel die dure graven, maar de huizen zien er allemaal vergelijkbaar uit. Dus men vindt geen paleizen, zeg maar. Terwijl een paar in... Die wat groter zijn. De grote Oppida bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk. Ja, maar die vinden we bij ons niet. Die vinden bij ons niet. Bij ons niet, hè. Dat zijn stedelijke centra, die Oppida. Kan je die een beetje beschrijven, hoe dat er ongeveer uitziet? Oppida zijn stedelijke centra, of toch wat erop lijkt. Dus meestal, of vaak op de top van een heuvel. Een ambachtelijke zone, handelszone. Een plek waar men samenkwam om een bestuur te runnen. Eventueel een tempel. En dat begint op steden te lijken, maar in onze gebieden zijn er zo geen. En dat klopt ook. Caesar zegt dat de Belgae de dapperste zijn van alle inwoners van Gallië, omdat ze het verst verwijderd zijn van de verwijfdmakende invloed van Rome. Ze zijn dus achterlijk. En daarom hebben ze ook geen Oppida. Ja, heel was diplomatisch uitgedrukt. Ja. Hij bleef even sympathiek. Ja. Peter, ik wil nog even terugkomen op die talen, die huidige Keltische talen, zoals bijvoorbeeld dat Welsh of andere talen die nu nog gesproken worden, of die gekend zijn. Als we die mensen laten spreken met een Kelt van in de ijzertijd van bij ons, zouden die elkaar een beetje verstaan of totaal niet? Hopeloos. Hopeloos? Die verstaan elkaar totaal niet. Ook moderne Ieren, moderne Welzen verstaan elkaar totaal niet. Moderne Welzen, moderne Bretonnen een beetje. Dus in de loop van de tijd zijn die talen behoorlijk uit elkaar gegroeid. Dat heeft met name te maken met het feit dat in de periode was, rondom de ineenstorting van het Romeinse Rijk, dus omstreeks tussen 300 en 500 na Christus. En dat is interessant om te zien dat zo'n maatschappelijke ineenstorting, dat die gepaard gaat aan een enorm snelle verandering van de taal. Alsof ook daar een crisis heerste. Maar waarschijnlijk veel snelle taalwisseling. Dus dat mensen die Latijn spreken overgaan naar Keltische talen. Dat mensen die Keltische talen spreken overgaan naar Germaanstalig spreken. Dus een grote onrust, veel taalcontact. Die maakt dat in 200 jaar Welsh en Iers volledig verschillend van elkaar werden. Een Ier uit de eerste eeuw na Christus of de tweede eeuw na Christus zou een Brit van de eerste of tweede eeuw na Christus uitstekend hebben kunnen verstaan. Maar kom je 200 jaar later... Hopeloos. En ook die Ier of die Brit uit de eerste of tweede eeuw na Christus zou zo'n, laten we zeggen, late ijzertijd vroege Romeinse Galliër eigenlijk nog best hebben kunnen verstaan. Dus in die vroege periode, in de Romeinse periode, lijken veel van die Keltische talen heel sterk op elkaar. Honderden jaren is dat een soort taalgemeenschap. En die begint dan daarna uit elkaar te vallen. En heel snel dus, op bepaalde plekken. Heel snel. En heeft dat wel te maken met effectief misschien een crisis en demografische ontwikkelingen en de invloed van de Romeinen waarschijnlijk ook? Ja, nou, tijdens de Romeinse periode, dat is het opvallende, is het Keltisch in zekere zin opgebloeid als, je kunt zeggen, de tweede taal. Terwijl het Latijn zich natuurlijk in het Romeinse Rijk enorm verbreidt. Veel mensen zijn tweetalig en je ziet ook dat het Latijn bijna alle inheemse talen de nek omdraait. Dat is de killertaal, heb ik gelezen. Echt de eerste killertaal die we kennen, ja. Ja. Hm. Wat je in het Romeinse Rijk heel sterk ziet, is dat de bevolking eigenlijk redelijk stabiel blijft zitten waar de bevolking zit. Maar het invloed van het Latijn is zo sterk. Latijn was de taal van het leger. Latijn was de taal van de lange afstandshandel. Dus als je wilt dat taal, je kinderen... Een taal met prestige eigenlijk, waar mensen naar opkijken. Taal met prestige, ja. Als je wilt dat je kinderen het beter hebben dan jij, dan zorg je in die Romeinse context dat je kinderen Latijn spreken. En als je zo'n mechanisme van sociale mobiliteit hebt, dan gaan mensen vrijwillig hun eigen taal opgeven, hun oude taal opgeven, waaronder dus die Keltische talen, en Latijn spreken. Ja, maar ik heb ook begrepen dat de oude taal, de verdrukte taal, eigenlijk de nieuwe taal beïnvloedt. In dit geval bijvoorbeeld het Keltisch, het Latijn beïnvloedt. Dat kun je inderdaad op sommige plekken nog zien, ja. Ik kan het beste met een voorbeeld doen. Ik ga nu even Engels spreken, maar een beetje raar Engels. Mm-hmm.
So I'm going to speak English now, but I do so with a very thick and fat Dutch accent. Wat je hieraan hoort, en dat is alledaags, we doen het allemaal als we een vreemde taal spreken. Wat je in feite doet is dat Engels veranderen en je trekt het de Nederlandse kant op. Dus de klanken die je in je Engels gebruikt hebben eigenlijk niks meer te maken met de klanken die in Engeland in het Engels gebruikt worden, maar zijn gewoon de Nederlandse klanken. Nou, mensen kunnen zo'n accent behouden, zelfs als hun oorspronkelijke taal weg is. In Wales bijvoorbeeld. Heel veel mensen in Wales zijn eentalig Engels. Maar ze hebben een typisch Welsh zangerig accent. They speak English like this and it goes up and down. Zodanig dat het klinkt alsof het Welsh is, maar het is Engels. Misschien kunnen we even de taal verlaten, en niet helemaal, maar overgaan naar een beetje het verhalende. Bij het voorgesprek dat we met Herman hadden, hadden we het ook over het bilzekruid. Een plantje dat blijkbaar ook, dat is ook wel misschien interessant om even over te hebben. Dat blijkbaar heel bekend was ook in de Romeinse wereld. Dat een plantje van bij ons zou kunnen zijn en dat het toch wel bepaalde eigenschappen heeft. Bilzekruid is inderdaad een plantje dat bij ons groeit, verwant met doornappel. Heeft hallucinogene eigenschappen. Dus daarom is het ook een interessant plantje voor drugsgebruikers. En we weten dat... Oké, nu tips aan het geven die heel goedkoop zijn, maar... Er zijn inderdaad de drugsgebruikers die behoorlijk goed weten waar ze door een appel moeten gaan zoeken. Ja. Men weet ook dat de Kelten niet bang waren om een beetje bilzekruid in het bier te mengen. Want dan is het bier een beetje sterker. En zeker voor een strijd, als ze dan bier met bilzekruid hadden gedronken, dan durfden ze met minder angst en woester te gaan vechten. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld bij de Grieken in Delphi, de dames die moesten orakelen ook bilzekruid of andere dingen gebruikten om te kunnen hallucineren. En bilzekruid, maar dat weet Peter beter dan ik, kunnen we etymologisch linken aan de godheid Belenos. Wel, waarschijnlijk, de sterke, sterke kruid. Ah, ik dacht even dat het te maken had met de plaatsnaam Bilzen. Dat zal er ook wel van afgeleid zijn, maar dat weet Peter beter dan ik. Maar dat zal er van afgeleid zijn. En het mooie is dat er in Bilzen, maar dan in eigen Bilzen, dat is een onderdeel van Bilzen, is er een van de rijkste Keltische graven gevonden die we kennen. In onderstreken dan toch. Waar men onder andere een wijnvat heeft gevonden dat van de Middellandse Zee komt. Weer een van die dure importproducten. Ook nog een gouden band, heel mooi versierd, die moet rond een drinkhoorn hebben gezeten. Dus er zijn heel wat sporen van drank gevonden in dat graf van eigen Bilzen. Nu, ik kan me voorstellen, als die drank gedronken is op het begrafenisfeest, als het daar een en ze hebben daar bilzekruid tussen gemengd, tussen de neden of wat er ook was, dan moet dat een heel leuk feest zijn geweest. Ja, de Kelten waren ook niet vies van een beetje... Van een feestje, Ik heb ooit gedacht, ik ga mijn boek noemen Drank en Wagens. Want we vinden van hen veel wagens en we vinden veel sporen van drank. En of het altijd even goed samenging, waarschijnlijk bij de Kelten ook niet, maar goed. Ik kan mij voorstellen dat dan dat bilzekruid ook wel wordt gebruikt bij het vertellen van verhalen. Nu, we vinden bijvoorbeeld wel bilzekruid afgebeeld op de Gundestrupketel. Dat is een grote zilveren ketel waar allerlei scènes op staan afgebeeld, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Komt uit, waarschijnlijk uit Thracië, gevonden in Denemarken, maar lijkt sterk Keltisch. En dan zien we daar een aantal krijgers. En op de achtergrond staan dan bilzekruid de zaaddoosjes afgebeeld. Ja, en die zijn heel herkenbaar. Ja. Heel duidelijk. Vooral het zijn de zaaddoosjes die goed herkenbaar zijn. Dus het lijkt erop dat die band met die krijgers en dat bilzekruid wel duidelijk is. En we zien daar ook op afgebeeld een beetje verder, een grote ketel. En dan gaat er een grote figuur, een krijger bij zijn voeten, in die ketel duwen. Een ketel waar misschien bilzekruid in zat. Maar dat linkt ons aan een verhaal waar inderdaad dode krijgers of gewonde krijgers in een ketel van een godheid terug tot leven komen. Ja. Het is misschien dan ook wel leuk om aansluiting op dat, het oude bilzenkruid en het gebruik daarvan te zeggen dat de middeleeuwse Kelten in Ierland en Wales ook nog terugkeken op hun eigen Keltische verleden en daarbij gebruik maakten van dat element van het bilzenkruid. Dan in de vorm van een persoon, een meneer bilzenkruid. En die staat aan het begin van allerlei genealogieën van de Ieren en de Welzen. Dus als de Ieren en de Welzen aan het fantaseren slaan over hun verleden, dan leiden ze dat terug, dan knopen ze dat vast aan een figuur bilzenkruid die ze is voorgegaan in hun tocht naar de Britse eilanden. Dus bilzenkruid en verhalen, daar zit een link. Mm-hmm.
Dus in nogal wat computergames en ook televisieseries zitten er ook nog altijd Keltische elementen. Dat zien we vandaag ook nog altijd. Die vinden wel inspiratie in de Keltische beeldentaal. En ja, heel veel is daar natuurlijk te wijten of gelinkt aan de populariteit van The Lord of the Rings. Er zitten duidelijke Keltische elementen in de verhalen van Tolkien en de verfilmingen van Peter Jackson zijn heel populair. Maar wie van die twee nu precies voor dat hedendaagse Keltische revival hebben gezorgd, ja, dat is niet altijd helemaal duidelijk. Was het nu Tolkien of was het Jackson? Ja, en aan wie kunnen we dat beste vragen dan? Aan kenners? Wij gingen op bezoek bij Roel en Marie van Elanor, het Vlaamse fantasygenootschap. En zij zijn echt volledig doordrongen van alles wat Tolkien is. En ja, ze hebben dus wel wat interessants te vertellen. Ik stel voor dat we eens even gaan naar luisteren. Mijn naam is Roel Spar, ik ben de communicatieverantwoordelijke van Elanor en soms verkleed ik mij als Gandalf en dan vertel ik verhalen voor kinderen, onder andere de Hobbit. Ik ben Marie Peters, ik ben voorzitter van Elanor en ik hou mij ook bezig met de website en de online communicatie. Tolkien was eigenlijk al van als kind heel gefascineerd door taal. En hij is eigenlijk ook al als kind bezig met talen maken, samen met zijn nichtjes. Hoera and fair van your hair, how white the blossom lay. Hij is dat eigenlijk altijd blijven doen. Hij heeft dat vooral heel creatief opgepakt, maar langs de andere kant, hij was natuurlijk ook filoloog. Hij kende ook alles van de evolutie van talen, de evolutie in de tijd, hoe dat geschiedenis invloed kan hebben op taal, hoe talen onderling interageren. En een van die talen die voor hem heel bijzonder waren, was onder andere het Welsh. Fiar bain indur, ahast vaira randirath. En het zin daarin, een van zijn elfentalen, die was vooral gebaseerd op Welsh. O girithron na ninui. Hij vond vooral de klank van het Welsh heel mooi, dus hij heeft naar de klankstructuur gekeken. Hij heeft ook naar de grammatica gekeken. Dat was dan eigenlijk zijn basisstructuur waar dat hij al zijn creativiteit op losgelaten heeft. Dus waarschijnlijk zal het zin daarin voor een Welsh spreker heel vertrouwd aanvoelen, maar hij zal er waarschijnlijk niks van begrijpen aangezien dat er vocabulair gewijs helemaal geen verband is. Dus er zijn een aantal dingen die versterkt zijn geworden door Peter Jackson. Visueel versterkt. Extreem kunnen stellen als we kijken naar hoe dat ze de Kelten zagen en hoe dat ook door Peter Jackson uitvergroot is. Dan zie je dat dat Keltische idee bij de elfen heel erg terecht is gekomen. En dat is dat zachte, dat mystieke, dat ronde vormen. Er is een scène in, The Passing of the Elves, hè, dat de elfen die gaan naar het westen, hè, gaan naar de grijze havens. Dan zie je ze eigenlijk op hun paarden voorbij komen met zo'n, in de mistige dingen. En dat is geïnspireerd op een schilderij, en ik heb het opgezocht, The Riders of the Sea Day. Door een zekere meneer John Duncan. En de Sea Day, dat zijn eigenlijk de elfen bij de Kelten. En Peter Jackson heeft dat gezien en heeft dat gewoon gezien, dat moet ik hebben. En dat komt allemaal uit een tijd van de Keltische revival op het einde van de 19e eeuw. Dan is er heel veel aandacht geweest voor die Kelten. Die hebben dat allemaal gebruikt, ook in hun adaptatie van een boek. Stand fast! Come now, Lord Den. Gandalf the Grey. Tell this rubble to leave. Or I'll water the ground with their blood. Een van de dingen die... Dat stond al in dat boek, maar dat heeft Peter Jackson ook veel beter uitgebeeld. Dat is in The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Dus, op een bepaald moment beginnen de elfen en de mensen en de dwergen tegen elkaar te vechten. En Gandalf gaat er tussenin staan en zegt stop. There is no need for war between dwarves, men and elves. En dan zegt hij van wauw, dat moet maar durven. Waarom zwalgen die niet door? Ja, bij de Kelten konden druïden, als er een stammenoorlog was, bij Kelten waren stammen georganiseerd, en die mochten heel veel ruzie onderheen. Dat kon alleen een druïde doen bij de Kelten. Die had daar de bevoegdheid om te zeggen, stop. Tolkien vond dat enkel toepasbaar was op talen, omdat ja, er was geen discussie over, dat is een Keltische taal, je hebt Keltische filologie. Maar op al de rest vond hij dat het label Keltisch
nergens op sloeg, omdat dat een geromantiseerde idee was, eigenlijk. Fiar bij een indur, a hast vaira randirat. Dus het zin daarin is niet een statische taal, maar heeft een hele evolutie doorgemaakt die eigenlijk parallel loopt aan de geschiedenis van de elfen. Hij heeft de geschiedenis van de elfen geschreven volgens de evolutie die hij in zijn taal had. Ogirithron na Ninui. Het is allemaal heel wetenschappelijk onderbouwd, eigenlijk heel zijn talenconstructie. Ja, we horen heel veel verschillende elementen. Het Oud-Elfs, een taal die hij zelf heeft gemaakt, maar beredeneerd gemaakt? Of? Ja, duidelijk wel beredeneerd gemaakt. Hè. Enerzijds speelt invloed van het Fins een rol, anderzijds van het Welsh. Het is ook wel interessant om te zien hoe Tolkien, als hij het over elfen heeft, ook over verschillende groepen elfen spreekt, die hun eigen talen en dialecten hebben. Hè. Dat doet me dus een beetje denken aan de Keltische taalfamilie, hè, die ook begonnen zijn als één gemeenschappelijke taal, maar naarmate ze zich over de wereld verspreiden, hun talen ook uiteen hebben zien laten vallen. Dus dat is eigenlijk een heel realistisch beeld dat Tolkien, die wist dit, hè, die kent de taalkunde ook wel, die heeft het heel bewust ingebracht. Dus hij maakt eigenlijk de omgekeerde weg eigenlijk, hij maakt verschillende talen om een bepaalde opsplitsing van gemeenschappen te verklaren en hij zoekt eigenlijk terug naar de oertaal, of hij maakt eigenlijk terug de oertaal. Dus eigenlijk een beetje het omgekeerd construeren van een taal, of wat dat jullie eigenlijk doen. Ja, en omgekeerd construeren, maar ook met het realistische besef dat als je meerdere groepen mensen hebt, zeker in dit geval meerdere groepen elfen, en die wonen niet bij elkaar in de buurt, dat ze dan ook anders gaan praten. Dus dat er vanzelf dus uit zo'n gemeenschappelijke oertaal een taalfamilietje ontstaat. Dat is wel realistisch, ja. Ja. En Herman, Gandalf, een realistische druïde? Op de naam Keltisch is weet ik niet eens. En een realistische druïde, we weten niet veel over de druïde te vertellen. We hebben wat teksten van een paar Griekse en Latijnse auteurs, maar als we dat samenbrengen, komen we uit op 2, 3 en 4. Is dat misschien Keizer nog diegene die het meest... Keizer heeft er wat over verteld. Ja. Er zijn er nog wel een paar taken, dus zal er ook wat over. Posidonius dus. Maar alles samen, een paar A4'tjes. En daar moeten we het mee doen. En dan vinden we nog in het middeleeuwse Ierland ook figuren die druïden worden genoemd, maar die lijken toch al iets anders te zijn. Ja. En die verhalen zijn van 1000 jaar later. En dat is eigenlijk de soort van Merlijn-figuur eigenlijk. Arthur, meer een dovenaar. Ja. En dat is ook 1000 jaar later en 1000 kilometer van het vasteland verwijderd. Dus we weten zeer weinig over druïden. Wat dan het grote voordeel heeft, dat we er heel veel over kunnen gaan fantaseren. Als je weinig weet, kun je ook weinig worden tegengesproken. Ja. En dus geeft dat ruimte voor fantasie, voor literatuur. Ook archeologen kennen ook niet echt het figuur van die druïden. We hebben geen graven van druïdenachtige figuren. Nee, bijvoorbeeld, er wordt beschreven dat de druïden de marentak gingen afsnijden met een gouden snoeimes. Men heeft heel wat gouden voorwerpen van de Kelten gevonden, maar geen gouden snoeimes. Er wordt gezegd dat we die marentak gingen snijden in een eik. Marentakken groeien normaal niet in eiken. Ja, misschien één in heel België. Oké, dat zal dan wel bijzonder zijn geweest dat ze daar gingen snijden, maar normaal gesproken vinden we marentakken in meidoren, in fruitbomen, in populieren, niet in eiken. We hebben van heel de archeologie één beeldje van een figuur, ik denk van de 2e eeuw voor Christus uit Bretagne, die een soort harp in zijn handen heeft. Dus die een bard zou kunnen zijn. Ja. En dat is alles wat met zekerheid naar een druïde verwijst. Ja, die Keltische verhalen zelf. Je hebt zelf ook het boek geschreven, het oudste geheugen op aarde. Ja. Een verzameling van die verhalen uit de Keltische wereld. Maar dat zijn dan ook vooral die middeleeuwse verhalen eigenlijk, uit Ierland we hebben geen enkel verhaal van het continent van de ijzertijd Kelten. Maar zijn er daar bepaalde verhalen bij of stereotypes die we eigenlijk met betrouwbaarheid mogelijk kunnen terugleiden tot verhalen uit die periode? Ik zou het niet durven zeggen. Ja. Ierland is nooit bezet geweest door de Romeinen, dus daar kon de Keltische cultuur rustig voortleven. En die is daar vrij gemakkelijk overgegaan naar een christelijke cultuur. En dan die christelijke monniken, die zijn dan geleidelijk beginnen verhalen uit hun land, pre-christelijke verhalen, gaan opschrijven. Hm. En vandaar dat we die hebben. En die komen uit Ierland en Wales. Hm. En of die te maken hebben met hier,
Er zal wel ergens een overeenkomst zijn, maar welke? Het is niet aan te wijzen. Je vermeldde er straks ook al die magische ketels bijvoorbeeld, die er toch wel dikwijls in terugkomen. En we hebben effectief wel die Gundestrup-ketel, we hebben ook wel andere elementen. De archeologie is er wel een bepaalde de ketel, elementen die... De ketel, ja. De toverketel. Ja. Ja, we hebben in middeleeuwse Welsche verhalen komt ook een ketel voor waar gestorven strijders in gedoopt worden. Die ketel wordt bediend door twee kerels die met blote konten rondlopen, staat erbij. En die dopen die doden in die ketel en die komen er dan weer uit, levend. Alleen kunnen ze niet meer praten. Dus zo'n magische ketel van het leven, dat zie je dus in die verhalen terug. Dat is typisch, dat zijn middeleeuwse Kelten die terugkijken op een soort fantasie hebben. Misschien ook wel een soort vage herinnering over het verleden in de ijzertijd. Moet je bepaald niet als betrouwbaar zien, maar dat soort elementen komen er terug. Het doet me denken aan de verhalen van Asterix en Obelix, waar Obelix in een ketel valt en krachten put uit wat hij dan bieden doet. Ja, om de Gundestrup-ketel wordt ook afgebeeld dat mensen in een ketel worden gezet, waarschijnlijk om te herreizen. Als we nog eens teruggaan naar de Lage Landen, naar Vlaanderen, bij ons, in die Keltische periode, hoe ziet de bewoning in Vlaanderen in die periode eigenlijk uit? Hoe weten we dat er die Keltische invloed is? Dat zijn kleine nederzettingen, dat zijn kleine boerderijen, soms een paar bij elkaar. Dorpjes, wat clusters van wat huizen. En dat is het, veel gestande verschillen zijn niet zichtbaar. Een paar elitegraven. En dan hebben we wat elitegraven. En dan hebben we wat we de Celtic Fields noemen, Keltische veldjes. Maar die vinden we ook buiten de klassieke Keltische gebieden. En die zijn eigenlijk ook al een beetje ouder. Ze beginnen al inderdaad veel vroeger. En wat zijn die Celtic Fields precies? Kan je dat even omschrijven? Dat zijn veldjes, vierkant meestal, percelen van zeg 30 meter bij 30, 50 meter bij 50 meter. En al het struikgewas en de stenen werden systematisch weggedaan en opzij gelegd. En dan krijg je dus vanuit de lucht bekeken zo'n soort ruitenpatroon, allemaal vierkante veldjes. Ja, dus veldjes met verhoogde randen eigenlijk. Daar zijn die wat hoger. Ja. Dat vinden we hier en daar ook nog wel grafheuvels op de cirkels. Van de gracht rond grafheuvels, dat vinden we ook in die tijd, ook zichtbaar vanuit de lucht meestal. En verder wordt dat Keltisch toegeschreven, omdat het hier is. Het heiligdom dat in Peer is gevonden, wordt Keltisch genoemd. Als het 20 kilometer verder in Weert was gevonden, hadden archeologen vandaar het ijzertijd genoemd. Kwestie van labels eigenlijk. Ja. En zijn er bij ons nog elementen van Keltische taal die bij ons zijn overgebleven? Want wij hebben vooral, we hebben een Germaanse taal eigenlijk, die dan door het Latijn is beïnvloed voor een groot stuk vermoedelijk. Maar zijn er ook nog elementen die teruggaan tot die Keltische talen? Ja, er is een handjevol woorden die het Nederlands heeft bereikt en zijn oorsprong heeft in het Keltisch. Dus het woord lood bijvoorbeeld, van het metaal, dat is een Keltisch leenwoord uiteindelijk. Het woord rijk gaat uiteindelijk terug op het woord voor koning in het Keltisch, rieks. Dus ambiorix. Ambiorix bijvoorbeeld, Vercingetorix, een koning van superhelden, als ze dat letterlijk vertalen. Woorden als kade, kai dus. Ambacht. Nou, misschien zijn er nog één of twee meer die wijdverbreid zijn in het Nederlands en die oorspronkelijk uit het Keltisch zijn ontleend. Ja, we kennen eigenlijk de Kelten bij ons ook door Keizer, ik heb het al gezegd daarstraks, die ook een aantal stammen vermeldt, Menapiërs, Nerviërs, Eburonen. Kunnen we aan de hand ook van de archeologische gegevens en van wat de Keizer zegt, denken dat er effectief een soort van genocide heeft plaatsgevonden? Heeft Keizer hier echt heel sterk huisgehouden? Men merkt toch dat in het gebied van de Eburonen, onder andere de Kemper en Haspengouw, dat er toch heel wat minder landbouwgewassen te vinden zijn na de oorlog. En dat er ook heel wat minder nederzettingen zijn. Dus dat er toch beduidend minder mensen gewoond hebben, ja. Dat geldt ook voor Nederland-Zuid-Limburg. Dat was na een tijd lang onbewoond en dan beginnen daar opnieuw boerderijen te komen. Volop in de Romeinse tijd die later dan de villa's zullen worden. Dat lijkt er toch op dat er een hele tijd weinig mensen gewoond hebben. Ja, daar ligt misschien ook de oorsprong dat er zo weinig Kelt is in onze taal is overgebleven. Ja, wat je zou verwachten, dat als die Kelten gewoon zouden zijn gebleven onder Romeins bestuur, wat je dan zou verwachten is dat Keltische plaatsnamen veel beter zouden hebben overleefd dan ze daadwerkelijk gedaan hebben. En dat is niet zo. Ze zijn er bijna niet. Dus bijna alles is daar weggevaagd. En dat is wel een teken dat er iets dramatisch is gebeurd met de bevolking. Dus dat er geen continuïteit van bewoning is geweest. Onze taalgrens, kunnen we dat als resultaat van die periode beschouwen? Daar zijn wel ideeën inderdaad over.
De noordgrens, de noordwestgrens van het Romeinse Rijk was vanaf de tijd van Caesar ongeveer de Rijn. Rijn-Maas-Waal-grens. Vanaf 250 na de barbaarse invallen die vanuit het noorden en het oosten komen, dan zie je dat die Rijngrens in onze gebieden zich nooit hersteld heeft. Dat de facto de grens van het Romeinse Rijk ongeveer samenvalt met ja, wat men wel noemt de Romeinse weg van Tongeren naar Bavay en Boulogne-sur-Mer. En in feite ook wel samenvalt met de huidige taalgrens Waals-Vlaams. En dan zie je langzamerhand in de laat-Romeinse periode, wanneer het wat rustig is, zie je de bevolking in dat gebied, dat in feite ten noorden van de huidige taalgrens ligt, zie je de bevolking opschuiven naar het noorden, naar de grote rivieren in Nederland. Waarschijnlijk Latijnstalig en dus niet meer Keltisch-talig. Ja, tot slot, we hebben het al gehad over die grabbelton die de Keltische cultuur is. We hebben nu een Keltische revival, maar die Keltische revival zien wij eigenlijk ook bijna vanaf de late middeleeuwen. We zien op allerlei schilderijen ook Keltische elementen opduiken en fantasie-elementen. Heel veel van die elementen die wij nu als Keltisch zien, hè, bijvoorbeeld de doelzak of de kilt, zijn eigenlijk al ja, heel veel stereotypen die fout zijn. Of... fout of recent. Ja. Zoals de Schotse kilt zal ergens in de 16e eeuw beginnen. Dat was in principe eerder een deken die men rond zich sloeg. En pas rond 1800, bij de inhuldiging van een koning in Edinburgh, gaan al de Schotse edelen een rok dragen om zich af te zetten tegen die Engelsen. En dan zeggen ze dat dat hun traditionele kledij is. Dan dienden dus de Kelten om zich af te zetten tegen de Engelsen. Dus eigenlijk is dat pas 19e eeuws? Rond 1800 ergens, ja. Ja. En wat we nu bijvoorbeeld als Keltische muziek ervaren? Dat is 19e eeuws. 19e eeuws ook. Meestal, ja. En zelfs 20e eeuws heel vaak. Gewoon een folkloristisch geïnspireerde vorm van popmuziek. En de Keltische revival die begint ergens rond 1500. Dat is de renaissance, teruggrijpen naar de klassieke oudheid. Dat is heel mooi, maar de mensen in Duitsland, hier, Frankrijk, Engeland, zaten gefrustreerd. En moeten wij nu teruggrijpen naar iets van ver weg? En dan krijgen ze de teksten van Tacitus en van Caesar. En die schrijft over de druiden die hier woonden. Ah, maar dat waren heel geleerde mensen. Dus wij hadden hier ook geleerde mensen. Dan gaan we die ook naspelen. Dat ging men ook effectief doen. En dan ontdekte men ook Stonehenge en dat het op de zon is georiënteerd. Oh, dus het waren ook al astronomen. En dan ging men ook die link leggen tussen Stonehenge en die druiden. Historisch klopt er niks van, ligt 2000 jaar tussen. Maar de druiden komen er nog altijd samen. Ja, want Stonehenge is veel ouder dan... Ja, 2000 jaar ouder. En dan met de romantiek, eind 18e eeuw, krijgen we de eerste echte kelterage. Eind 19e eeuw krijgen we weer een kelterage, gekoppeld ook aan de Art Nouveau. En dan na de hippieperiode, zo vanaf 1980, begint dan de huidige rage, waarvan ik dacht dat die na 10 of 15 jaar zou uitdoven, maar die blijft duren. 1991, in Venetië een zeer grote keltententoonstelling. Kelten als de eerste Europeanen, pan-Europese cultuur. De trein was vertrokken en hij rijdt nog altijd. Dat is mooi gezegd. We zijn stilaan aan het einde van deze aflevering gekomen. Onze tijd zit er helaas alweer op. Dankjewel, Peter en Herman, voor deze boeiende babbel. Bedankt ook aan Marleen, Ludwine en Chris voor alle werk achter de schermen, aan Roel en Marie van Eilanor. En zeker ook bedankt aan de Heemkundige Kring van Lint voor hun gastvrijheid in dit erfgoedcafé Den Aker. Voor de show notes is er één adres, niet vergeten www.onroerenderfgoed.be/dearcheotoog. En daar vind je foto's, achtergrondinformatie en links om ons te beluisteren. Vergeet niet om ons te volgen op je favoriete luisterplatform, want zo komen de nieuwe afleveringen van Archeotoog automatisch in jouw feed terecht. Ik moet misschien nog meer op een technische noot ook zeggen dat er binnenkort de onderzoeksbalans met taaltijden van Vlaanderen verschijnt. Daar kan je alles lezen wat de archeologie de laatste jaren heeft opgeleverd. De stand van zaken van het onderzoek eigenlijk over brons- en ijzertijd. Daar zullen we de link ook van in de show notes zetten. En dan kan ik al aankondigen dat de volgende aflevering we onze mooiste gouden tork gaan doen rond de hals. En de kannen rijkelijk vullen met mediterrane wijn met een beetje... pilzenkruid in, misschien. Want we gaan het dan hebben over de Keltische elites en hun Ferraris of Teslas van toen. Peter, kan je misschien nog een woordje van afscheid zeggen in het oud-Keltisch?
Ja, dat kan ik wel. Misschien vinden jullie het wel leuk om in het Oud-Keltisch te zeggen... rare jongens, die Romeinen. Ja. Wat zou Asterix gezegd hebben? Mm-hmm. Daar komt-ie. Doinioi angnatoi romanakoi sossoi. Heel herkenbaar. Prachtig. Heel herkenbaar. En school in het Oud-Keltisch? Nee, dat kan ik u helaas niet leveren. Het Welsh? Ook niet. Ook niet. Okay, nee, maar dan gaan we gewoon klinken. Oké, okay, prima. Gezondheid. Hallo. Bedankt.